Nou, Nico-Jan Hoogmaart, het nieuwe logo van Heracles is zojuist onthuld. Wat vind je ervan? Ja, hier ben ik enorm trots op. De stakeholders die hier met elkaar voor hebben gezorgd dat dit logo er is gekomen, vind ik echt fantastisch en kunnen alleen maar trots op zijn. Want dat heb je niet in je eentje gedaan? Nee, daar is iedereen, supportersverenigingen, sponsoren, mensen van de club, alle geledingen zijn erbij betrokken geweest. Die hebben gezamenlijk en het mooie is ook unaniem. En vaak krijg je toch een discussie, ja, moet zus, moet zo. Maar zoals ik het begrepen heb, unaniem heeft iedereen uiteindelijk voor dit ontwerp gekozen. En ja, geweldig. Wat maakt dit logo zo goed? Het straalt kracht uit, het straalt historie uit. De zwart-witte kleuren komen naar voren. De blauwe ruiten van Almelo vanuit het wapen komen naar voren. Ja, eigenlijk is alles compleet. Wat was er mis met het oude logo? Waarom moest het vervangen worden? Nou, als je de geledingen vroeg en alle stakeholders vroeg, dan had eigenlijk, en dat is heel apart, had eigenlijk niemand wat met dat logo. En ja, vandaar ook met die vernieuwbouw, zoals wij nu het stadion neerzetten, wat ook overigens prachtig wordt, was dit ook het juiste moment om dat aan te gaan pakken. Als we naar het logo kijken, een paar dingen die opvallen, bijvoorbeeld de rode accenten, de rode ruiten zijn nu blauwe ruiten geworden. Waarom is dat? Omdat dat het wapen van Almelo is en ja, wij spelen, Heracles zit in Almelo en het zit in het bloed van Almelo, dus vandaar ook die blauwe ruiten. Ja, maar die waren rood, maar dat deed te veel denken aan FC Twente, de grote rivaal uit Enschede. Dat was niet de reden, maar hoe dat ooit destijds ontstaan is, daar ben ik niet bij betrokken geweest. En we moeten het hier over hebben. Volgens mij is dit trots. Ja, nee, goed, maar je kiest nu bewust voor blauw, neem ik aan, in plaats van... Ja, die werkgroep heeft het heel goed gezien en die heeft met elkaar unaniem besloten om met een prachtig accent deze blauwe ruit ook erin te brengen. Ik vind de kleur ook geweldig trouwens. Ja. Nou, jullie heten officieel Heracles Almelo, maar in het logo staat alleen Heracles. Waarom is Almelo geschrapt? Nou, het geeft in die blauwe ruiten geeft het Almeloze weer. En voor ons allen is dit af. Maar is het ook een bewuste keuze om Almelo er buiten te laten? Want die ruiten zaten natuurlijk ook in het oude logo. En toen stond er nog Almelo onder. Ja, dit is een bewuste keuze, ja. Dit is een keuze dat het logo op deze manier volledig de club vertegenwoordigt naar buiten brengt. De historie komt naar voren. Lettertype is op de juiste manier weergegeven. De Griekse god, wat de kracht uitstraalt, de onoverwinnelijkheid uitstraalt. Zwart-wit. Ja, alles is aanwezig. Ja, alleen dus niet dat Almelo. Nog één vraag erover. Heeft dat nog te maken met het feit dat jullie jarenlang met de gemeente in de clinch hebben gelegen over de komst van een nieuw stadion? Dat heeft er totaal niet mee te maken, nee. Nee. We zijn heel blij met Almelo. We zijn ook heel trots dat we uiteraard spelen daar. En de gemeente, daar gaat het prima mee. Wat kost het eigenlijk om zo'n logo aan te passen? Want bij het nieuwe stadion hing al groot het logo aan de ruiten, zeg maar. Als je binnenkwam op de vloerbedekking was al met het oude logo aangepast. Wat kost het om dat allemaal aan te passen? We gaan allemaal netjes aanpassen, maar ja, we praten hier niet in kosten. We praten hier over emotie en emotie is belangrijk en dat mag ook wat kosten. Ja, en dat het logo in de smaak valt, het blijkt al dat de eerste tatoeages al gezet zijn, geloof ik. Hè? De eerste tatoeages zijn gezet en zoals ik het nu een beetje volg op de reacties, dan zullen velen volgen. Want hoe zijn de eerste reacties? Ja, het stroomt nu binnen. 1903 is het naar buiten gebracht. En je kunt het niet afknippen of er is alweer een positieve reactie. Want er is nog geen enkele negatieve gekomen. Dus het is gewoon geweldig. Tot slot nog heel even over het sportieve. Jullie hebben deze week bekendgemaakt om definitief niet door te gaan met Simon Tjommer, een publiekslieveling. Waarom is dat? Ja, oké, op een gegeven moment dan komt een moment daar dat je afscheid, wat altijd zeer doet en pijn doet, afscheid neemt van spelers. Zo ook Simon. Simon die wordt 35 jaar en je zag toch ook in de... hij heeft zeer goed bijgedragen aan dit seizoen ook, waar we vele punten bijeen hebben gesprokkeld. Maar er komt op een gegeven moment een moment daar dat je gaat vernieuwen en dat je een andere weg inslaat. Maar ik geef wel toe dat het altijd moeilijke momenten zijn. En zo is dat met vele spelers die op een bepaalde leeftijd komen. Ik heb het zelf destijds ook mee moeten maken. Is dat toch lastig. Wanneer kunnen we de eerste nieuwe spelers verwachten? Die zitten eraan te komen. Kun je dan een tipje van de sluier oplichten nu we toch aan het onthullen zijn? Nee, het onthullen van logo ging goed. Maar
wat betreft spelers, dan zul je het nog even moeten wachten. Nou, jullie gaan wel naar een krappere selectie, hè? 25 spelers nog maar. Is dat voldoende voor twee elftallen? Ja, we willen ons niet exact vast laten leggen op 25 of nou 25 of 26 zijn. Maar dat we in gaan krimpen is duidelijk. En dat kan ook omdat je volgend jaar met een reservecompetitie speelt. Waar geen enkele leeftijdsbeperking meer erop zit. Dus de trainer kan gewoon kiezen tussen die spelen in de basis bij het eerste en die daar niet in spelen. Die spelen op de maandagavond met de reserves. En dat was dan meer kwaliteit en minder kwantiteit? Daar streven we wel naar, absoluut.